Yo mensen, vet dat jullie kijken naar een nieuwe video, Young Black Panther. En vandaag doen we een nieuwe challenge. We zijn er met Vaas. En wij doen vandaag de enige echte Bean Boozled Challenge. Het is niet de duurste, het is, stinkdierenspray en stinkkaas ontbreekt. Maar voor de rest is alles aanwezig. Ja, laten we beginnen met deze video. Na de intro. Challenge. Iedereen klaar? We gaan het doen met steenpapierschaar en wie er verliest, ja, die moet geen aandraaien. Oké, ik heb hier echt geen goesting in, hè. Misschien hij wel, want hij beweert dat hij de bimbo zal. Ja, we gaan het doen. Oké, we gaan beginnen. Blad, steen, schaar. Shit. De meeste mensen doen meteen schaar, dus die zijn echt dom. Oké, ik... Ja, jongen, jij moet het doen. Je moet het eruit pakken, hè. Oké, ik hoop namelijk... Maar niet zo houden, hè. Ik hoop dat ik blauw, groen... Of wit krijg, want dat is baby wipes, tandpasta of gemaaid gras. En dat zijn niet echt vieze dingen, dus ik hoop echt niet dat ik kots krijg of hondenvoer. Echt niet, of rotte ei. Oh, rotte ei. Nee, het is... Oh, snot of suzy peer. Dat is keilig. Dat titer. Nee, maar als je zo... Ik weet niet, maar... Dat... Dit was soms, het. Soms heb je gras, hè? Die. Zo dat je gras. Ja, ik zal die pakken. Want... Ja, laat zien aan de camera. Oké. Dit is hem. Ja. Oké. Shit, ik sta echt te trillen. Amai, ja, vieze. Ik heb die één keer gehad. Is die echt zo vies? Doe die peer als gras. Wacht, we pakken een vuilbak erbij. Is dat echt vies, dat snot? Ik heb nog moeten uitspuwen. Pak een vuilbak of zo. Ja, wij zijn natuurlijk ook voorbereid. Dus als we moeten... Ja, hij dus. Als we het moeten uitspugen, hier, want ik moet normaal niet kotsen. Moet jij vaak kotsen? Nee, en we hebben hier een lekkere vuilbak. Nee, als we moeten uitspugen, want jij gaat het lekker vuilbak. We gaan beginnen, Oké. Okay. Let's go. 2, 1. Meet. Bijten 4 keer, ja. Smaakt naar gras. Het is peer, denk ik. Dat is gras. Het smaakt naar gras, dus het is peer. Nice. Peer. Dat is echt niet pam, lekker. Niet, smaakt niet naar peer. Dat is gewoon gras. Het smaakt niet naar peer, maar gras is niet erg. Oké, nu wil ik gewoon eens. Oké. Want ik ben toch altijd met blad en schaar. Jij doet meteen schaar op. Kom, doe gewoon. Okay. Het is niet echt lekker, maar het is ook niet vies. Ja, doe dus gewoon geen schaar. Oké. Blad, steen, schaar. Ja, vallen. Ik deed het expres, want ik heb zin. Oké, het is geworden. Het is tandpasta of... Ah, oh, dat is... Oh, wat is het? Tandpasta. Bom. Shit. Oké, nog eens. Blad en schaar. Oh, shit. Kijk, nu begin ik met een schaar. Doe dat ratje eruit. Ik wil... Nee, elk is eigenlijk vies, jongens. Die juicy peer, dat is eigenlijk vies. Leg dat neer. Ik wil zien wat dat is. Leg het neer en we doen het. Kom, het is... Voor. Kots. Kots of perzik. Geen probleem, maar voor Jens misschien wel. Pak die. Het is die. Nee, pak hem echt. Deze is het ook. Ik heb er echt geen zin in, maar als het kots is, ik ga er niet opeten. Dan heb ik al een punt dus, ja. Ja, je hebt een punt dan. Ben dat niet ik eet dat niet op, ik eet dat echt niet op. Wacht, ik heb een plan. Dus als jij er op eet, krijg je een punt. Jens heeft er al één op. Nee, en... ik heb die eigenlijk nog niet op, hè. Nee, die vorige. Hij zit nog steeds in mijn tanden. Die vorige heb jij toch op en ik heb er ook al één op. Ik had gehoopt dat je kots kreeg. Kom, eet hem op. Daar gaan we dan. Oké, kots eet ik niet op, jongens. Als ik het proef, dan ik eet dat niet op. Echt niet. We gaan het zien. Oké, even die peer inslikken, want dat is nog steeds niet weg. Oké, ik ben er klaar voor. We hebben geen drinken meegenomen. Kijk, het is dan. Boeien, kom, doe maar gewoon. Oké, 3, 2, 1. Kots. Perzik. Oké, jij zegt 2 punten, ik 1. Perzik. Anders, als ik altijd mijn blad in schaar, dan heb jij sowieso meer punten, dus ik ga gewoon fucking, dat smaakt fucking naar snoep, ja. Ja, cool. Hè, dat is kei lekker. Blad in schaar doen niet, want anders heb jij sowieso gewonnen. Dat is echt kei lekker, perzik. Ja, we zullen die nemen, want die heb ik nog niet gehad. Het is hetzelfde als Jens had. Nu wil ik eens zien dat je die kots lekker vindt. Nu wil ik het dus zien. Dus we gaan het opeten. Nu wil ik het eens zien, hè. Nu wil ik het eens zien. Ruik. Kots. Kots. En vind je dat lekker, ja? Ik kan mij geen fuck schelen. Ja, die eet dat gewoon op, ja. Bra. Rick, wil je spreken of ik perzik heb? Ja, jij hebt perzik, man. Ik moet zelfs al bijna kotsen van die kots. Oké, dus jij twee. Jij eet die kots gewoon op, of wat? Nou, hij gelooft het niet op school, maar we gaan nu verder. Dus jij zit nu terug. Ba-
gelooft je toch niet? Nou, sommige mensen vinden dat niet zo vies. Het is weg, hè? Ja, lang. Ik moet dat ook doen. Ik moet dat gewoon doen. Ik moet die kots gewoon opeten. Doe dan op ten en okay. Eieren zijn ook heel vies. Nu wil ik gras, tandpasta of wipes, baby wipes hebben als ik... Of Tutti Frutti is ook heel lekker. Ja, Tutti Frutti, maar... Dat is kauwgom. Maar ze zeggen dat Tutti Frutti, als je dat hebt, dat je ook wat stinky socks proeft. Dus, nee, dat is niet altijd, hè? Maar ik vind het wel echt lekker, hè, die gewoon. Dat ja, dat is... Wacht, waar is die? Hier is die. Hier zijn die. Ja, hier zijn die rozen. Die zien er echt vies uit. Maar het is eigenlijk wel lekker, want dit fruit is ook roze. Eigenlijk, die bruine die ziet er lekker uit. Die blauwe ziet er lekker uit. Die groene. Die witte, die groene, die zien er allemaal lekker maar uit. Maar het is niet zo lekker, denk ik. Die groene, de blauwe, wel zo, hè. Oké, we gaan nog eens. Ja. We gaan nog eens doen. Op het einde wat is steen scherp. Oh, shit. Oké, laat het niet kot zijn of hondenvoer. Ik heb hondenvoer, hè. Of niet rotte ei, alsjeblieft. Rot ei. Het is Stinky Socks of Tutti Frutti. Stinky Socks is echt vatsig. Recht, meent je dat? Maar jij vraagt dat op. Maar niet echt zo vatsig als Stinky. Nee, gewoon die rozen zijn het. Oké, ik ga het echt vlaggen hebben, hè. Oké, is Stinky Socks echt zo vatsig? Kots is denk ik erger. Ja, kots is maar erger. Maar dit is ook echt maar heel erg. Maar hondenvoer is ook erger. Dit is ook heel erg. Hondenvoer is erger. Ja, kom, eet het op. Ik heb hondenvoer al eens opgegeten. Een kwartier, hè. Oh, kut. Oké, ik ga even de camera omdraaien, zodat we kunnen zien hoe lang we aan het filmen zijn. En onszelf ook zien. Hè? Goed, we gaan verder. Oké, ik ga het opeten. 3, 2, 1. Stinky socks. Tutti frutti. Ik heb alle lekkere. Tutti is dus 3. En nu ben ik. En die frutti is niet zo heel lekker. Dus nu ben ik en dan doen we Bratty en Schaar wie het eerst is. Maar niet echt lekker of de Tutti frutti. Het is gewoon kauwgom. Maar wat doe jij nu, jongen? Jij doet dat toch voor de plezier, toch niet, jongen? Maar nu is aan mij, want anders is het niet even velen. Kom, jij terug. Maar wilt jij dat echt om de beurt doen? Nee, kijk. Als jij bent verloren met Bratty en Schaar, dan neemt jij eerst, dan ik. Dan doe Bratty en Schaar, heb ik verloren van u, dan moet ik eerst en dan doe jij. Snap je? Want anders kan deze puntentelling nooit kloppen, uiteindelijk. Maar het zijn maar 5 van die bruine. Dus ik denk chocoladepudding dat niet evident gaat worden. Zo. Boeien, we gaan verder, fuck dan. Oké, jij of wel? Ja, dan, jij bent net geweest. Oké, doe maar. Ik kan me niet veel schelen. Ja, die neem ik. Gemaaid gras. Die dus. Of gemaaid gras. Limoen. Limoen is echt. Nee, dat is het niet. Dat is hem, ja. Dat is de donkere. Dit is hem, ja. Limoen is echt fucking lekker. Ja, gemaaid gras is ook niet erg. Wat is het? Gemaaid gras. Ik weet niet hoe gras smaakt, maar. Wacht. Doe eens een keer. Nee, dat smaakt nog kotsen. Dat is gras. Ja, gras. Want limoen is echt keilekker. Maar wilt je dat echt serieus doen, zo? Brat en Schaar en dan om de beurten? Ja, want anders is dit niet nodig, hè. Ik heb echt schrik om tegen hem nog voor te gaan, hè. Want die had dit snoepje gewoon in één keer op. Maar ik vind die Tutti Frutti er wel lekker uitzien, hoor. Ja. Vind jij dit lekker uitzien? Fucking lelijk roos. Maar dat is net zoals de kauwgom van Tutti Frutti. Ziet er ook lekker. Oké, we gaan verder. Blad, steen, schaar. Maar fijn weer al. Kak, ik wou in. Hondenvoer. Niet hondenvoer of rotte ei. Nou, dat ben ik weer. Hondenvoer. Ik wil tandpasta, baby wipes of gras. Alsjeblieft. Baby wipes. Hopelijk, hè. Het is Tutti Frutti. Weer al. Oh nee, nu heb ik het baas net op het einde, maar het is Tutti Frutti. Nee, heeft hem geen geluk. Nee, heeft hem geen geluk. Nee, er is waarschijnlijk maar 1 lekkere tussen, hè. Nee, dat is er nu ook weer niet. Stinky Socks is waarschijnlijk fucking vatsig. Hopelijk heb ik geluk, want ik wil kijk, het echt niet. Wacht, kijk even bij de camera laten zien, van dichtbij. Zo zien die er eigenlijk uit. Ja. Ik zal even de goorste laten zien. Die ziet er het goorste uit. Je moet je gezicht weg doen, anders kan je daarop in. Die ziet echt er het goorste uit. Ja, dat is die je net hebt laten zien. Oké, ik ga deze opeten. Oké, ga maar. Ja, Stef, rot op. Oké, we gaan smikkelen. Ik ga het echt fucking... Jens gaat smikkelen. Ik ga het vlaggen hebben. Tutti frutti. Tutti frutti. Nee, Stinky Socks. Stinky Socks of burger? Stinky Socks. Tutti frutti. Het is niet vies. Het is niet vies. Maar je kunt toch Tutti frutti goed herkennen? Het is Tutti frutti. Het is Tutti frutti. Ja. Het is niet vies. Het is niet vies. Oké, nu ben ik weer en dan doe ik het blad inschatten. Ik denk wel dat het een andere smaak heeft nu. Het is misschien tussenin, hè. Maar wat heeft dan eigenlijk voorzien dat we om het beurt te doen? Dat ik eerst doe en jij ook. We gaan dat sowieso allebei moeten doen dan, hè? Dus doen we niet gewoon.
Nee, want er gaat dan anders. Als jij twee keer wint, dan heb ik twee keer naar elkaar. Die zitten precies alleen maar lekker in. Eén kots en voor de rest, ik heb alle lekkere. Maar sowieso is, boeien, ik zo, eet er... sowieso is deze kots. Wat boeit dat nu, jongen? Ik, nee, maar ik win toch altijd van u. Weet hoe die fruit is? Zou je dat wel doen? Ja, boeien. Doe die fruit in de house. Wat is het? Sticky socks. Ja. Fuck you, ja. Hey, ik heb het niet goed geroken. Oh, nee, ik smaak het niet, ik ruik het niet echt zo, hè? Die stinkje soks. Ja, ik ga... Ja, laat het. Voilà. Oké, okay, we gaan opnieuw. Hè? Ik ben gewoon, ja, nu is het terug. Nu is het terug, bladsteenschaar. Oei. Het draaierke. Bladsteenschaar. Nice, kan ik eigenlijk. Wat is dit? Dat is echt... Nee, nu draai je met de camera. Nee, dit is een rotte ei of... Ja, we zijn al 10 minuten bezig, want deze is wit. Yes, leg terug. Oké, wacht, ik ga het even erop leggen. Bam. Wat is dit? Wacht, tussenin, het is tussenin. Echt exact. Wacht, ik neem het gewoon. Opnieuw spinnen, opnieuw spinnen. Ja, ja. Oké. Okay. Nee, nee, ik had net al gehad. Dat is niet leuk meer. Nee, wacht. Het is veel te lekker. Ja. Oh. Ja, die heb ik nog niet gehad. Rotte ei. Beetje. Dat is die ziet er echt vies uit met die gele vlekken. Je hebt echt rot ei, hè? Weet je? Waar is het? Ja, rot ei. Oh, jongen. Nee, ik... We hadden ook echt mijn tonen. Vond je dat fucking lekker, ja? Nee, die heeft niks. Goeie. Echt. Die vindt dat fucking lekker, ja. Het is mijn eigen dip. Ik heb geen zin meer om tegen hem door te gaan, hè. Dus als je niet meer kunt, dan kunt u misschien een blauwe proeven. Die zijn altijd lekker. Kom. Ik ruik dat hier. Als ik kots heb, dan wil ik echt een blauwe proeven, hè. Oké, nu is dat nu, want ja, jij moet gewoon nu. Wel dat die kots... Laten we terug. Oké, nu komt toch persik. Kots of persik? Want dat is kom als een stoor, dat willen we niet. Allee, weer al of wat. Nee, dat is niet leuk. Nee, welke heb je? Ik wil nog eens. Okay, we hebben nu... Ja, tussenin. Tussenin, maar het zijn allebei vier, dus je wilt niet meer, hè. Oké, okay, dus... Och nee, oké, okay, nog één keer. En het is met puntjes. Weer al. Dus welke, dat is die donkere. Dat is deze. Dus dat is deze. Maar nu ga ik het echt vlaggen hebben. Is snot zo donkere erg, groene. Ik weet het niet. Maar ik weet niet echt wat snot of juicy pear is, wat is maar. Elke dag slikt er sowieso snot in van uw darm hier. Ja, sowieso, ja. Doe maar. Deze gaat snot zijn, ik weet het zeker. Dit gaat niet... juicy pear zijn, want ik vond die eigenlijk niet lekker. Ik weet het niet, hè? Ik weet het niet. Is dat gras? Maar peer is echt zo'n typisch smaak. Het smaakt naar gras, ja. Het smaakt naar gras. Het is weer juicy pear. Maar hè, maar gras dat juicy pear, maar... Maar ik heb eens één keer een andere smaak dan gras. En dat vind ik niet lekker. Wie weet was dat wel juicy pear. Ja, dit is de commentator, Stef. Kom maar in beeld. Oh, eigenlijk is die vies. Hallo. Die juicy pear is vies, hè. Maar juicy pear zelf is zo echt een aparte smaak van peer. Maar ja, ik kan nu draaien. Ah, maar nee. Ik kan hem eigenlijk met gemak in slikken. Wat in schaar is het nu? Ja, maar... Kom, Stef, laat het liggen. Kets! Ja, geef. Kom, Stef, laat liggen. Bladsteen, schaar. Oké, ik moet beginnen. Leuk. Lekker. Het is al 12 minuten, 13 minuten. Ja, boeien. Nee, die heb ik al gehad met die fruit. Die heb ik al te vaak gehad. Maar gaan we niet gewoon wachten tot ik er een heb die we nog niet hebben gehad? Want hondenvoer en zo, want het duurt tot de fruity. Ah, maar eet je die maar gemak op. Ja, limoen. Oh, heb je die al gehad? Ja, ja. Dat was gemaakt. Ik maak er eens eentje. Ja, die heb ik nog niet gehad. Dat is een blauwe. Ik pak gewoon eens een blauwe. Deze ik heb ook een blauwe, want ik heb een blauwe. Deze lijkt keer lekker. Nee, leg neer, we gaan een blauwe. Nee. Oh, kut. Laat die vallen. Maar mij, ja, deze... Ik pak er gewoon een. Echt, geef me... Die... video. Geef eens die blauwe best, want die is echt verrukkelijk. Die twee. Tandpasta, wat de hel, ja. Weer al tandpasta. Dat is niet eens lekker, hè. Maar eigenlijk niet eigenlijk. Gemaakt gras en bekenwipes is eigenlijk. Limoen. Nee, limoen, maar... Gemaakt gras. Nee, eigenlijk gemaakt gras. Blauwe best is veel lekkerder dan tandpasta, ja. Oké, ik heb hem opgegeten. Ja, dan moet ik nu gaan... Dat was mijn ronde, nee. Ik had dat net dat gedraaid. Ja, ik draai nu ook. Nu is dat hem. Nee. Maar welke hebben we nog niet gehad? We hebben die nog niet gehad. Maar ik heb die al eens gehad, hè. We hebben de witte nog niet gehad en... Nee, ik ga eens proberen tot gemaakt gras, want die wil ik eens hebben. En hebben we net gehad. En baby wipes. Niet gehondenvoer of rotte ei. Maar die moet je hebben, want die heb je nog niet gehad. Baby wipes, alsjeblieft. Het is tut, ja, die hebben... Maar okay, die is ook geef me die blauwe bes. Die heeft die sowieso op dit. Tandpasta. Ja. We hebben 6.
En wacht. Net stand. Wat, we gaan tot 10 punten. Die stand. We gaan gewoon tot 10 punten. Raad. Hij zal nog wel eens een keer uitspelen. Ik proef het gewoon. Oké, we gaan tot de 10. We moeten die drie blauwe die er nog zijn overhouden voor een vieze die ik heb. Ja, maar het is nu 6-6. Gaan we sandwiches zo doen zo? En hopelijk speelt er nog iemand in uit. Het is, kijk eens. Ja. Jongens, we gaan hier bij de video stoppen. Heb je ervan genoten? Geef dan een like. We gaan zo dadelijk voort. We gaan zo dadelijk voort en zeggen we tot zometeen in deel 2. A few moments later. Oké, welkom bij deel 2 van de Bienboezel. We zijn nu bij mijn Vaas en we doen weer verder. Ja, dit is deel 2, die komt Ik heb hem. De dag erna online, of dus de dag zelf. Maar ik wil sowieso? Nee, ik heb nog steeds die tandpasta in mijn bek. Maar we gaan ook, het is nu 6-6, we gaan tot 10 punten. En er zal nog sowieso iemand iets hebben. Alle drie kots nemen of alle drie hondenvoer? Ja, dat is lekker. Ja, alle drie hondenvoer of alle drie kots? Alle drie baby wipes of tegelijk. Ik wil eens kokosnoot hebben. Ik heb alles gehad, dat is kevel. Boeien, Stef, niet te veel geluid en we gaan beginnen. Oké, we gaan beginnen. Dus het is nu blad en schaar, het is 6-6, hè, dus. Blad, steen, schaar. Bleh. Oké, geef me die baby wipes, want ik wil die. Jij gaat draaien. Tandpasta weer. Nee, die gaan we bewaren. Afleiden. Nee, ja, bewaren hem. Ja. Het is? Ja, hondenvoer. Nee, dat wil ik niet. Ik wil het gewoon serieus. Nee, ik eet mee dan, oké? Okay? Ik eet erin mee, want het is geen punt voor mij. Maar er moet toch wel één chocoladepudding tussen. Jij moet dat niet doen, want als jij er één keer op koud, dan moet nee, je. Nee, dan zijn we de video verpest. Er moet toch één chocoladepudding bij zijn? Maar in geval. Wat is het? Hondenvoer. Shit. Ik doe het nu. Geen punten voor mij, maar wel voor jou, op. Maar je vuilbak. Ja, dat is van u dat ik proef. Oh, fuck. Ja, oh, eet nu maar op. De nieuwe stinkt gemaakt. Eet nu dan op. En eet je die echt met gemak op, ja? Maar je hebt wel geen bruine kleur, hè? Maar er moet toch wel één lekkere chocoladepudding tussen zijn. En die duim slikt. Eet hem op, ja. Oké, ik ga het doen. Niet meteen uitspuwen, Stef. Jawel. Hondenvoer. Please, come on. Uitspuwen. Ja, ik spuw je. Ja! Doe dat, dan kan ik misschien winnen. Nou, sowieso, ik spuw niks uit. Fuck, er is toch geen chocoladepudding bij. Dat bedoel ik. En de meeste mensen die houden het dan een half uur in hun bak, dan denk ik. Spuw je het uit? Ja, ga ik dat doen? Nee, ik zou het echt niet doen. Spuw het uit. Nu ben ik gewoon. Je vindt het gewoon lekker, ja. Ik heb geen punten gekregen hiervoor, dus nu is dat mijn. Dat is hondenvoer. Echt, riekt je dat echt serieus? Ja, die hebben we al gehad, dat is tutti-frutti. Chocoladepudding! Hè? Ja, chocoladepudding. Ik heb één keer geknopt. Nee, ik had hondenvoer. Weet je, het is nu terug typeren. Alleen nee, dat is door die snot, hè. Ik eet die hondenvoer echt kut, hè. Die kent je, nee? Jongen. Wel, ik heb net gedraaid. Hier gaan we. Kijk dan sowieso op. Het is gras. Niet alles opdoen, want ik wil vandaag eigenlijk nog een video maken alleen. Dat ik die doe en alles moet er nog bij zijn. Ik heb liever dat ik alles in één keer opeet. Ik probeer de witte. Ik ben sowieso gewonnen, maar nu gaan we nog wat proberen, oké? Okay? Baby wipes, fucking hell. Ik neem de witte ook. Ik neem... Oh. Heb jij kokosnoot? Niet zo lekker, hoor. Ik heb baby wipes eigenlijk niet. Ik wel goed, hoor. Wacht, ik pak. Alles moet er sowieso in zitten, dus buitenkant even aan de kant leggen die er allemaal nog in zitten. Pak eens de groene. Laat deze moeten er nog allemaal in zitten, wacht even. Voilà, die. Even. We pakken hier de groene. Maar die bruine ziet er echt fucking lekker uit, maar dat is hem niet. Ik neem twee kots. Twee? Waar is het? Allebei kots. Ja. Ga je eten gewoon op. De meeste zijn gewoon... Limoen of gras? Ja. Gemaakt gras, want je proeft, bij limoen proef je dat direct. Kom, een beetje naar hier en kan het even in de camera hebben. Joehoe! Ik heb ook gemaakt gras. Ik haat het erg. Is alles er nog bij? Tutti frutti, blauwe niet bles. Alles, denk ik. De witte? Nee, die is alles wat je nog nodig hebt. Ik heb alles apart gelegd hier. Dat er nog over moet blijven, zit hier. Ja. Deze hier. Ah nee, ei nog niet. Ja, en En dat ei, dat is deze. Oh, die zit niet op de camera trouwens. Dat is dit. Van wie is dat? Jongens, ik ben er fucking klaar mee, jongens. Ik kan gewoon niet winnen van die gast.
Je vlet dat gewoon met gemak op. Oké, okay. Stoppen de video hiermee. Ik ben eigenlijk meer... Nee, we stoppen het. Ciao, geef een like als je het leuk vond. En dan zeggen we later. Vanavond ga ik het misschien opnieuw doen, de Beanboozle. Maar waarschijnlijk niemand... Dat gras vind ik eigenlijk ook niet meer lekker eigenlijk. Ja, ik ook niet. Nee. Oké. Okay. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Oh, en heel veel. Dan zeggen we later. En toen gebeurde dit. Vaas gaat nu fucking veel eten. Ziet dat? Dit gaat alles opeten wat hier nog in zit. En ik, daar zitten nog een stuk of vier, drie. Deze eieren. Vier kots in. Drie. Snot. Een domme beestje. En ja, hij gaat het allemaal opeten. Ik ga het fixen nu. Ik heb hem gewoon niet geloofd dat hij dat allemaal opfret. En je ziet ook dat de Beanboozle zegt, jij gewoon een jellybeans. Oké, 3, 2, 1. En, is dat vies? Maar heb je de vieze? Sommige natuurlijk. Mm. Dus in dit waarschijnlijk. Goed, peer. En gras en hondenvoer. En kots. En ei ook. Ja, is het hondenvoer niet op? Ah oh, nee, geen hondenvoer. Hondenvoer was open. Hij proefde kots. Ja, maar over elkaar. En jij fret dat gewoon rustig op. Jongens, dit is niet te doen. Dit is niet te doen. Like als je deze kleine video leuk vond. En hij heeft gewoon echt alles opgegeten. Dit is niet te doen. En ik moet kotsen, ik proef het gewoon. Alles door is licht. Abonneer op Jens Hovaerts, Black Panther. En ook Jilp voor mijn video's. We gaan misschien nu nog een Minecraft video maken, maar we moeten daar nog tijd voor hebben.